De actiegroepen Stichting Sint-Jozef Blijft en het Kuipersgenootschap hadden de Raad van State gevraagd de sloopvergunning te vernietigen. Maar die laatste poging is van tafel geveegd. Het college wil op de plaats van de kerk een multifunctioneel centrum realiseren. En de sloop is volgens het gemeentebestuur goedkoper dan de kerk verbouwen. Daarom is een sloopvergunning verleend. De actiegroepen zijn in hoger beroep gegaan tegen deze sloopvergunning omdat het college volgens hen te weinig waarde heeft gehecht aan de monumentale waarde van de kerk. Maar volgens de Raad van State is de vergunning voor de sloop terecht verleend. De actiegroepen zijn erg teleurgesteld.